Wanneer presteer je het best op je werk? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, welkom. Geweldig. Namens Kilian Baboe weet ik u zeer, zeer welkom. Geweldig, fantastisch om hier te zijn. Mijn eerste vraag aan u is, voelt u zich een beetje ontspannen? U moet even reageren. Iedereen? Wij misschien niet echt ontspannen. Een beetje acute stress. Kunt u zich voorstellen dat wij toch gespannen zijn om er een succes van te maken? En die acute stress die heb je ook een beetje nodig. Een beetje arousal, een beetje opwinding om tot een zo goed mogelijke prestatie te komen vanavond. En het is leuk om te kijken met u samen in het brein. Hoe werkt dat dan? Hoe reageert dat brein nou op die acute stress? En waarom gaat het vaak zo ontzettend goed om over onder hoogspanning te kunnen werken? Lijkt u een leuk idee om dan even in het brein te kijken? Ja. Haha, heel wat fijn. Nou, we gaan meteen eens even kijken. U ziet hier een gebied hoog in de hersenstam. En dat gebied heet de locus ceruleus. En de locus ceruleus is beroemd omdat het een bron is, een bron van een heel belangrijke neurotransmitter, een chemische stof. En die chemische stof heet noradrenaline. En die hersenstam zit hoog, een beetje hoog in de hersenstam. Die kent veel van dat soort gebieden. Er zijn ook andere gebieden omheen dus. En die gebieden zijn belangrijk omdat ze allen een bron vormen van neurotransmitters. Hier ziet u dus de bron van noradrenaline. Maar u heeft ook een bron voor acetylcholine, een andere neurotransmitter. Serotonine, andere neurotransmitter. Dopamine, moet u nagaan. En dat vindt allemaal plaats daar hoog in die hersenstam. En dat bepaalt eigenlijk als ik me dus wat gespannen voel, zoals nu. En ik ben een beetje aroused. En ik moet er echt wat van maken. Dan weet ik, die gebieden zijn actief. En die produceren gewoon die neurotransmitters. Eén daarvan dus, de locus ceruleus. En dat zijn opstijgende banen. Dus vanuit die locus ceruleus gaat er een baan daarboven, meerdere. Eén daarvan, die activeert de hippocampus. Ik ga u niet helemaal plat gooien met gebieden of gewoon dat enorm leuk is. Maar een paar, om het begrip te hebben wat die acute stress eigenlijk betekent voor ons. Hè. En de hippocampus, wie ziet hem daar liggen, ligt aan de binnenzijde van uw slaapkwab. Als u mij zou vragen, wat is de belangrijkste functie van de hippocampus? Dan zou ik echt zeggen, geheugen. Nieuw leren. Alert zijn op die dingen. Aha, wat fantastisch. Dus die locus ceruleus wordt actief, ik ben een beetje gestrest. Hij activeert de hippocampus. De hippocampus die wordt lekker actief. Nou, prachtig. Ik ben meteen lekker bezig in mijn geheugenproces. Er is nog een ander gebied die een beetje daar opzij van ligt. En dat gebied heet de hypothalamus. En de hypothalamus, dat weet u misschien, maar die staat aan het begin van de stressas. En die stressas, ja, die bepaalt dus, die reageert op mijn wat gestresste situatie. En die hypothalamus via die stressas maakt een belangrijk stresshormoon aan. En dat stresshormoon, wie weet het toevallig hoe het heet? Het stresshormoon, wereldberoemd. Cortisol, heel goed, cortisol. En die cortisol, moet ik even met u delen, die cortisol wordt aangemaakt door uw bijnieren. En die cortisol die kruipt weer op naar boven. Hè. Zeg maar, dat is een beetje zo'n loepje naar boven, naar de hippocampus. De hippocampus heeft receptoren. Daar gaat die cortisol op zitten. Daar wordt die hippocampus ook actief van, moet je nagaan. Die hippocampus remt dan weer een beetje op de hypothalamus, zodat die stress niet echt je gaat overspoelen. Je controleert eigenlijk een beetje je eigen stress. U moet even reageren. Vindt u het helder? Ja. Dus ik heb van twee bronnen activeer ik mijn hippocampus. Eén vanuit de locus ceruleus. En één eigenlijk vanuit de hypothalamus. En dan echt via die cortisol op de hippocampus. Geweldig. Nou zou u zeggen, dat is het dus. Dat is makkelijk dus. Dat brein reageert waanzinnig positief als ik een beetje gestrest ben. Een beetje ben opgewonden. Klaar. En nou komt er iets spannends. Of vond u het al erg spannend tot nu toe? Ik wel. Ik vind het fascinerend om te zien hoe dat werkt in het brein. En nou komt toch iets spannends. Want als je nou kijkt naar studies over dit fenomeen, dan zie je dat de activiteit in de hippocampus, waar ik u net van vertel, die gaat omhoog, wat logisch is, die gaat juist een beetje naar beneden in die stresssituatie. Huh? Die gaat naar beneden? Ja, want wat doet dat brein? Dat brein heeft nog andere gebieden natuurlijk, en die liggen een beetje om de hippocampus heen. En die gebieden om de hippocampus, die remmen af de noise. De, zeg maar, de franje.
die filteren voor mij in die acute situatie, filteren voor mij de informatie die ik eigenlijk niet nodig heb. Dus de hippocampus kan minder hard werken, omdat de rest al meehelpt om al die franje eromheen weg te halen. Vindt u het helder? Nee, niet echt, hè, geloof ik. Hè? U moet even spontaan, is het duidelijk of niet? He, dus het fenomeen is, er wordt geremd, allerlei dingen worden gefilterd. Ik kan me echt focussen op wat ik wil. Moet u nagaan, fantastisch. Daarom presteer je eigenlijk heel goed onder druk. Je onthoudt goed, je bent alert, je kunt focussen. Heel veel rommel wordt weggehaald. En dat is eigenlijk toch fenomenaal. De vraag is nou, als je nou kijkt op die werkvloer, hoe werkt het daar? Ja, ik zou eigenlijk dolgraag natuurlijk een vraag in deze richting aan Kilian Wawoe willen stellen. Want ja, dat is de expert, de arbeidsorganisatiepsycholoog, en die is hier. Kilian, zou je erbij willen komen? Dan kan ik jou die vraag stellen. Kilian, dus ja, die stress, die heb ik nu verklaard als zijnde alleen maar positief natuurlijk. Ja. Je presteert geweldig. Is dat zo op die werkvloer? Herken je het of gaat het nog wel eens een beetje de andere kant uit? Nee, ik herken het helemaal. Dames en heren, het verhaal van Erik Scherder kan ik volledig onderschrijven. Erik Scherder probeert vanuit het brein te verklaren wat nou goed is op de werkvloer. En één daarvan, ik denk dat Erik zijn verhaal volstrekt helder is. We hebben een zekere mate van stress nodig. En u kent dat misschien wel, het woord stress is in die zin al een beetje negatief, maar u heeft een bepaalde arousal nodig om te kunnen presteren op uw werk. U bent gefocust, u kunt beter onthouden. Dat is exact wat Erik zegt, kan ik onderschrijven. Er is op de werkvloer alleen één probleem, is dat de meesten van u die acute stress eigenlijk niet hebben. Tenzij u politieman bent of vrouw, of u werkt op de eerste hulp, of u zit bij de brandweer, dan kan het gebeuren dat u in één keer opwinding krijgt en dan bent u volledig gefocust op uw werk. De meesten van u komen op maandagochtend op uw werk, maken uw mail open, u checkt uw mail, en nog een mail, en dan gaat u naar een vergadering en die eindigt met, we zetten alles even op de mail. En het meest spannende wat u meemaakt op een werkdag is dat spontaan iemand belt en dan zegt u tegen de persoon, zet het maar op de mail. Het probleem is dat het verhaal van Erik niet altijd toepasbaar is. Het is wel waar, alleen de realiteit bij ons op de werkvloer is anders. Namelijk, we worden eigenlijk heel weinig uitgedaagd. En het dichtste bij wat wij kunnen komen op de werkvloer is eigenlijk wat je zou noemen job satisfaction. Hè? Dus tevredenheid op het werk, oftewel bevlogenheid. En bevlogenheid is niet helemaal hetzelfde als satisfactie. U kunt zich voorstellen als iemand... Ik had vroeger een collega, ik werkte ooit bij een bank, en ik had één collega die kwam iedere ochtend te laat binnen. En toen zei hij van ja, ik kom weliswaar te laat binnen, maar ik ga ook te vroeg weer weg. En in die tijd rookte hij 2 sigaren en voor de pauze las hij de Telegraaf en dan na de pauze las hij het Financieel Dagblad. En dat was dan een beetje zijn werk, aan €70.000 per jaar. Kent u zo'n collega? Ja? Oké. Zo iemand is weliswaar tevreden met zijn werk, maar hij is niet bevlogen. En wat is nou bevlogenheid? Dus je kunt natuurlijk de hele dag zitten niksen. Nou, kun je heel tevreden van worden. Als je er €70.000 voor krijgt, kan dat best veel tot tevredenheid leiden. Maar het is niet bevlogen. Bevlogen wil zeggen dat u vitaal bent, dat u zich lekker voelt, dat u toegewerkt bent en dat u opgaat in het werk. Eigenlijk exact wat Erik vertelt. U bent gefocust, u kunt precies doen wat u zou moeten doen. Nou, hoe bereik je nou bevlogenheid? Hoe kun je nou het dichtst bij die toestand komen die Erik zojuist heeft beschreven, die bevlogenheid. Nou, een van de manieren om dat te doen is door middel van targets setting. Wie van hier in de zaal heeft er een target? Wie krijgt aan het begin van het jaar een target? Ja, u krijgt een target aan het begin van het jaar. Wat moet u dan doen? Zaken behandelen bij recht. U bent rechter? Ja. Dus u krijgt een target. U moet zoveel 100 zaken per jaar. Hoeveel moet u er doen als ik vragen mag? U bent het vergeten. Nou had ik hier een heel verhaal voorbereid dat mensen daar dan zucht op gaan richten. Maar er zijn zelfs mensen die dat gaan vergeten. En dan is exact wat Erik dan dus beschrijft, dan bent u dus niet volledig opgegaan in uw werk. U kunt zich na de hand even bij ons melden. Goed, wat gebeurt er nou is, er zit hier iemand in de zaal, die is rechter. En die krijgt dus aan het begin van een periode te horen hoeveel zaken zij aan het einde van die periode, meestal 12 maanden, neem ik aan, precies in 12 maanden tijd, behandelen moet. En de eerste keer dat ik te horen kreeg over targets,
Dat was op de middelbare school. En de mensen die zo rond de 35 zijn, 40 zo, die herkennen misschien dit boekje nog. Is er iemand die dit kent? Het boekje Geo Geordend en het ging over de Sovjet-Unie. U voelt hem misschien al aankomen, mevrouw? Ja, u voelt hem aankomen. Wat ik leerde op de middelbare school is dat in de Sovjet-Unie daar had je een planeconomie. En de planeconomie, even voor de jonge lui hier, de nog studenten zal ik maar zeggen. De Sovjet-Unie, dat weten jullie nog. En die vonden wij allemaal heel raar, die mensen. Dat is tegenwoordig ook weer een beetje in. Maar de Sovjets, dat vonden wij rare mensen. Waarom? Die hadden een vijfjarenplan. Dus die kregen een target aan het begin van een periode. En die werden op het einde van die periode daarop afgerekend. En ik heb toen geleerd, ik was 14 jaar, ik heb geleerd, in de Sovjet-Unie is er een heel vreemd richtsnoer voor de bedrijfsleider, namelijk het plan. Het succes van de organisatie wordt afgemeten aan de mate waarin de productie wordt gehaald. Dat leerde ik vroeger en daar leerde ik natuurlijk ook bij dat die Sovjets hartstikke raar waren. Toch? Dat weet u nog? Oké. Okay. Ik heb hier een cao bij me van een niet nader te noemen bank, waar ook met targets wordt gewerkt, net zoals bij mevrouw op de rechtbank. En er staat hier, aan het begin van de periode wordt er tussen medewerker en werkgever worden er targets opgesteld die gedurende het jaar in principe niet worden aangepast. Ik weet niet of u het aanvoelt komen, maar de manier waarop wij proberen mensen te motiveren, en in dit geval een rechter, is door ze, of een bank, we proberen ze aan het begin van de periode te vertellen waar ze in het einde van die periode op zullen worden afgerekend. En dat is gevaarlijk. En ik wil zeggen, dat idee van arousal, dus het idee van we gaan mensen een beetje prikkelen, we gaan ze een beetje zorgen dat ze gefocust raken, dat kun je doen met targets. Het enige is dat je niet de fout moet maken waarvan wij leerden dat ze hem in de Sovjet-Unie juist wel maakten. En dat is dat die targets veel te rigide zijn, dat ze niet worden aangepast en dat er eigenlijk geen realiteitscheck is. Ik zie mevrouw driftig knikken. Het punt is alleen, ik vertel overigens, ik trek het land door met het verhaal van mensen. Probeer je medewerkers bevlogen te krijgen. Dat mag door middel van targets, maar ze moeten wel realistisch zijn. Dus als er iets gebeurt gedurende het jaar wat je niet zag aankomen, dan moet je ze aanpassen. Oké. Ik vertel dit verhaal heel vaak in het land. En er zijn twee groepen mensen die het altijd vrij snel met mij eens zijn. Dat zijn militairen. En dat zijn mensen die een technische opleiding hebben, ingenieurs. Ik weet niet of er iemand in de zaal is die al meteen het met mij eens is. Waarom? Omdat een militair leert dat het plan wat je maakt is alleen maar geldig tot het moment dat je de kazerne uitloopt. En dan moet het plan in de praktijk werken. En dat kan betekenen dat je het volledig overboord gooit. Dus je moet een realiteitscheck hebben of datgene wat je afsprak, of dat nog wel realistisch is. Nou komt er een beetje een lastig moment, dit hadden wij niet ingestudeerd. Er zijn twee groepen mensen die een bloedhekel aan mij hebben. Dat zijn mensen van de vakbond en juristen. Ja. En u voelt misschien wel aankomen, een jurist, net als iemand van de vakbond, die wil in januari weten waar die in december op wordt afgerekend. Afspraak is afspraak. Maar hetgeen wat ik hier zeg is, ja, je kunt wel een afspraak maken, maar je moet je niet houden aan een afspraak die nergens over gaat. Dus als u als collega van mevrouw ziek wordt, dan is dat target, wat zij vergeten is, maar dat vul ik maar even in, laten we zeggen 100 rechtszaken per jaar. Op het moment dat je dat doet, dan ga je mensen dus houden aan een verkeerd target. Gevolg, wat ze noemen gaming. Mensen gaan zich alleen nog maar richten op zaken. Neem dan vooral de simpele zaken. De moeilijke zaken geeft u aan uw onervaren collega die niet weet dat dat heel lang duurt. En het blijkt ook uit onderzoek dat mensen fraude gaan plegen. Het risico bestaat, ik hoop niet bij de rechtbank overigens. Maar wat je ziet bijvoorbeeld is dat mensen die dat target gaan proberen te halen, dat ze heel raar gedrag gaan vertonen. En dat vreemde gedrag komt omdat dat target aan het begin van het jaar eigenlijk niet zo verstandig was. Dus wat ik u eigenlijk wilde vertellen is, het verhaal van Erik is wat mij betreft volstrekt helder. Ik onderschrijf het volledig. Zorg dat uw medewerkers actief worden. Zorg dat u ze arousal geeft, dat ze een beetje, dat ze er zin in krijgen, zoals Erik dat zo mooi kan vertellen. Dat ze gemotiveerd zijn. Maar in banen zoals die de meeste van u hebben, die gedreven worden door targets, daar zit een addertje onder het gras. En mijn advies aan u zou zijn dat, mocht u met targets werken, is dat prima, maar vraag u altijd af of ze nog wel realistisch zijn. Dus het antwoord op de vraag van vandaag, wanneer presteer je nou eigenlijk beter op je werk, dat is op het moment dat je aroused bent, dat je energie hebt
En als dat niet gaat, geeft mensen dan targets, maar het past die targets aan de realiteit. Cijfers en targets zijn het begin en niet het eindpunt van een discussie tussen werknemer en werkgever. Nou zou het natuurlijk kunnen dat u een beetje te veel stress krijgt en arousal. En als dat gebeurt, heeft dat natuurlijk negatieve impact op uw werk. Dat is het onderwerp van het volgende college.